is het af en toe goed dat hij wil blijven zitten, ja. En dan heb ik niks te doen. Daar ligt er niet in de zon te luieren. Daar zijn de anderen, die zijn weer aan het eten. Want hier is de hele dag door eten. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kunt je hier eten wat je wilt. Gebakjes, hotdog, kippenvleugeltjes, frietjes, wat zijn nog pannenkoeken. Wat nog? Snackskes. Wat nog? Snackskes. Eterresten. Eterresten. Dus ook eten hier, van 's morgens tot 's avonds laat. En koffie en frisdrank. Bier. Bier en cocktails. Cocktails en sterke dranken. Het kan niet op. De keuze is immens. Immens. Voor dat geld kun je nergens meer komen. De keuze is immens. En nu gaan we door de vuilbak vullen met keuzegroen. De keuze is immens. Je kunt hier eten wat dat je wilt. Heb je vleugeltjes aan? Hier moet je komen voor een speciaal dieet. Dat weet ik wel. Ik ben hier een hele week op dieet hier. Je gaat zien hoe ik terugkom. Hier moeten echt mensen komen die een speciaal dieet nodig hebben. Hoe laat is het? Tijd voor een horloge te komen. Ja, en zelfs is het weer tijd om gaan te eten. En René denkt weer aan Brats, de Bratser. Ik zeg al, die koel is spijtig, maar eenmaal en je jeven, dat ze niet goed wist. Jij altijd maar Bratsen, jij. Weet je niks anders? Rudy is bolaat. Yvonne gaat de restjes eten weggooien. Want nu gaan we verder naar het restaurant. En daar kun je eten van 12 uur tot 3 uur. En hier kun je eten buiten van 11 uur 's morgens tot 5 uur. Maar nu gaan we daar achter eten in het restaurant. Ja, we zijn ook aan het vissen. Ah. Die van moet scheiden. Ja, ze moet scheiden, geen van moet scheiden. Ja, ik ook. Dat doe ik niet hier. Hier gaan we dus middag eten. Soep is. Hersensoep. Zie eens wat soep is.
erwtensoep die gaat pakken. Dat is vet. Heel lekker eten. Goed. Ja, aan de overkant ook. Salarabad, het is 12 uur en we gaan een stukje eten. We hebben daar, hier. Kijk, samen zien. Dat is Caroline, haar lievelingsgebadje. Ja. Nog eentje. Yes. En hier is nog lekker gebak. En daar is nog lekker gebak. Allemaal lekker gebak. Een volle mond persieken. Pruimpjes, daar dingetjes. Caroline begint al direct meer dessert. Ik heb ook een lievelingssoep. Kan je eten? Ja, kijk, dat is een goede soep. Nee, dat is geen erwtensoep, is het. Ik eet dat toch. Ja, die heb ik voor u meegebracht. Er niet zo lekker van dat te pakken. Nee, nee. Dat heb ik wel even niet. Je gaat genieten, hè. Is het lekker, nee? Jo. Ja. Ziet u? Is iemand die in zijn mond stak? Ja. Een lekker erwtensoepje. Dat is een beetje heet. Dat is toch zo lekker. Ik wil dat ik in de weer. Nog warmer dan je. Ja, maar je neemt onderin mengen te groeien. Waar is Annego? Waar zijn we? Mengen. Waar zijn we, Polly? Van Hongarije. Exact als lief. Maar ik ga nooit meer op hotel. Op een stuk te René. Poepie. Wat ik dat moet zeggen. Warmer? Goed. Hoe moet hij uit die camera raken? Dat weet je dan niet. Ja, gewoon op knopje duwen, hè, Danielle. Morelli. Stress? Ja, ook stress. Patjes. Net zo pakken niet. Fritjes met schnitzel. Ik ben niet zo goed fris van eten. We gaan nog een beetje bellen, dat hebben we nog niet genoeg. En dan eten ze nooit, zeggen ze. Wat zijn die dingen hier? Wie? Yvonne en Caroline. Dat weet ik niet, ze zijn misschien iets drinken. Ja, was toch ze juist aan het eten? Een stukje kip, hè? Kip? Was er nu weer kip? Ja, ik wil kijken of pannenkoeken, maar ik zie één. Normaal gezien is dat er ook.